Deze nieuwsuitzending is alleen maar omdat ik nog geen zin heb om te gaan slapen. En ik dacht, wat zal ik gaan doen? Netflix gaan kijken? Naar die porno-onfatsoen? Dat is echt erg als je er een beetje op gaat letten bij Netflix. Vond ik zo leuk, ik sprak mijn dochter gisteravond. Toen ik haar de King James Bijbel gaf. En zij tegen mij zei, van nou pap, vroeger had ik een hekel aan dat porno gedoe. En tegenwoordig maakt het mij geen drol meer uit. Het gaat mij om het verhaal. En dat ik de blote billen zie van een of andere man of vrouw. Het zegt me niks meer. Dat vond ik een goed bericht. Mijn dochter, in mijn ogen heeft ze nooit iets fout gedaan hoor. In de ogen van mijn moeder. Mijn moeder van mijn kinderen. Ja. Het is allemaal zo ingewikkeld, want je bent eigenlijk allemaal kind van God. Dus iedereen is je broer of je zus. That's it. Ik ga bij deze nieuwsuitzending even lekker reclame maken voor Bill Hughes en Jurk Gliesman. Niet dat dat de enige zijn die verstandige dingen vertellen, want Brett Norman die kan er ook wat van. Om nog maar te zwijgen over het feit dat er ook een man is en die heet Walter Feit. Nou, met Walter Feit kan je ook lekker je broek ophalen hoor. Krijg je de feiten om je bek gesmeten. Dus deze twee, Jurk Gliesman en Bill Hughes. Bill Hughes, heet het dan, Engels. Dus H-U-G, een H-E-S, dat is echt heel makkelijk. Hughes, met een H ertussen. Bill Hughes. Die heeft een serie gemaakt en die heet Behind the Door. Ik zal hem een beetje naar binnen halen. Ik heb hier al eerder een samenvatting van gegeven. Dit wordt een vervolg erop, want ik ga een van die filmpjes uitkiezen en Bill Hughes even laten spreken. En waar nodig ga ik ingrijpen en dan doe ik pauze of zo en dan ga ik er tussendoor kletsen. Dat is het idee. Ja? Dit heb ik eerder gedaan met deze film, Freedom Fighters. En dan heb ik jullie laten horen vanaf het 15e minuut. Of de 15e minuut. Het 15e moment. En ik wil nu naar. Die van Mel Gibson heb ik het over gehad. Ik wil naar de Vietnamoorlog eigenlijk. Dat is zo lekker recent, hè? Nou, dat vind ik helemaal niet recent, want alles voor 11 september 2001, dat vind ik prehistorie. Bij, veel van die dingen zijn ouder. Hè? We pakken deze gewoon. Nou, gewoon luisteren naar hem. Even luisteren naar zijn stem. Ik hoop dat hij begint. It's one thing to study as we are this afternoon a historical event which took place about 40 years ago, more or less. But if we don't make application of that historical event to now and the implications for now, then we've lost study. Eens of niet? Jo, maar Piri, dat was net wel heel hard Engels en ik weet niet wat hij allemaal zei. Nou, hij had het erover, we gaan het erover hebben, over iets wat 40 jaar geleden gebeurd is. Huh? 50 jaar? En serieus doen, AUB, hè? Want in Vietnam zijn mensen. So as we take a look at our subject matter this afternoon, which is entitled Vietnam,
Why did we go? Let's pray continually through this meeting that God will help us to understand the implications for today. A little bit of background concerning the Vietnam War. In the 1920s... Ja, dit is hem dus. En ik wil niet betrapt worden in zo'n slecht Colbert. En ook die stropdas zou ik nooit van mijn leven omdoen. En ja, als je een overhemd aandoet... Ik prefereer wit, dat wel. En het is natuurlijk wel handig dat bij die stropdas... dat daar zo'n microfoontje aan geklipt kan worden. Dus dan heeft die stropdas nog een functie. En die stropdas hangt redelijk... ter hoogte van de riem van zijn broek. Maar ik loop altijd in een slobbertrui of iets wat daarop lijkt. In the 20s, there was a French puppet by the name of Bo Dai. Bo Dai controlled all of Vietnam in the 1920s. By the early 1940s, there was a real strong nationalism that was developing throughout Vietnam. The Vietnamese wanted their country back. Hoppa! Even samenvatten. In het jaar 1920 was er een door de Fransen gesteunde persoon in Vietnam. En die heette Po Dan of zo. En na 20 jaar, dus in 1940... Toen dacht het volk, we willen af van die Fransen, wij willen autonoom zijn. Ja, dat moet je vooral doen als er zo iemand is die woont in het Vaticaan en die noemt zichzelf de Antichrist. They wanted to get rid of the French and have their own Vietnam. They wanted total independence from all outside forces. By 1945... The freedom fighters who were trying to drive this French puppet, Bo Dai, out of Vietnam, they controlled a lot of the country. They were known as the Viet Minh, the Viet Minh. Bo Dai at that point, at the end of 1945, he resigned, and it looked like Vietnam would be independent from all outside control. Ja, het zou mooi zijn, dat zou ik ook willen. Dat Nederland verlost is van die eeuwige schuld aan de Europese Unie. En wij moeten betalen voor de domheid van Italiaanse burgemeesters die contracten getekend hebben bij die Joodse bank. Zogenaamd Joodse bank. En wij moeten meebetalen. Nee, dat wil ik helemaal niet. Als die Italianen zo dom zijn om collateral debt obligations aan te gaan met ik weet niet wie. En daarna heel zielig komen huilen op de NOS televisie van joh, ik had het nooit moeten doen. Ik heb mijn dorp, heb ik er een strop op gedaan. Ja, denk ik, ja man, ga pizza bakken. Of woorden van gelijke strekking. Laat Nederland met rust. En dat wilde de... en ons lukt het dus niet. Want ik betaal verplicht mee. Aan die pizzabakkers. Die niet weten hoe ze een financieel contract moeten beschouwen. Of gewoon letterlijk. Omdat ze weet ik veel wat gedaan hebben. Denken van nou. Oh, ik ga het hele inkomen van mijn dorp. Aan de Goldman Sachs geven. Hij is zo'n burgemeester wil je hebben. Ophangen die lul. The Viet Minh, who were headed by a gentleman by the name of Ho Chi Minh, were mostly communist. But they also had a solid minority of Roman Catholics. Therefore, when Ho Chi Minh gained large control of the entire area of Vietnam, Ho Chi Minh appointed many Roman Catholics
to key positions in his government. Dan wordt het spannend. Ho Chi Minh had katholieken aan boord. Ja, want als je nationalistisch wil zijn, dan willen de katholieken daarbij zijn. When World War II finally ended, however, France stepped back into Vietnam again. They stepped in the area of Vietnam that was called South Vietnam. And Ho Chi Minh and the Viet Cong, or the Viet Minh, controlled North Vietnam. Shortly after that, as France tried to come back into the picture after World War II was over in 1945, war broke out between the North Vietnamese and Ho Chi Minh and the South Vietnamese, who were being controlled by the French. By 1950, Dirty Harry, or Harry Truman... Leuk, hè? Hij zit eventjes te vertellen dat de Fransen die zaten in het zuiden van Vietnam. In het noorden had je een opstandingsbeweging. Daar zaten katholieken tussen. En dat waren communisten. Ja, dat klopt, want het katholicisme en communisme... Dat is net zoiets als de ene kant en de ene kant van dezelfde munt. En dan nu komt viespeuk Harry. Dirty Harry. Die zie je nu in beeld. Zie je wat voor een stomme pet die kerel op heeft? En dan kan je kopen klagen over de stomme... wat is dat voor een Primark padpak van Bill Hughes? Maar deze muts die kost je €500 tegenwoordig. En wat staat er fucking op? En waarom loopt een man met zo'n stomme muts? En die stropdas van hem vind ik ook niks. By the way. Smerige Harry. United States president declared that America would finance the French in fighting the North Vietnamese. By 1954... there was a agreement passed in Geneva, Switzerland, and it stated that in 2 years, in 1956, general elections would be held over all of Vietnam, and whoever was elected would indeed control the country. Now, it was obvious to many, many people that Ho Chi Minh was very, very popular. And Ho Chi Minh, if general elections were held, Ho Chi Minh would win. In fact, Dwight Eisenhower, United States President from 1952 to 1960, made a statement in which he said, if we hold elections in Vietnam, Ho Chi Minh would get 80% of the vote. So anybody who had any idea what was going on in Vietnam realized that Ho Chi Minh would take over the country if elections were held. But interestingly enough, the elections were never allowed. Oh. They never had an election in 1956, and the agreement that was made in Geneva was simply torn up. Now, the obvious question would be, well, who did not want the elections to take place, and why? Ja, dat is een goeie. Persoonlijk wil ik helemaal geen verkiezingen. Ik hou niet van democratie. Ik hou niet van democratie die van bovenaf wordt opgelegd. Ik hou van democratie van onderaf. Dat ook de kinderen een zegje hebben waar we naar op vakantie gaan. Ah, goed, we laten even... Why were the elections stopped? In a book... That I have only seen one copy of, and I got it from the young lady sitting right here, Marge Robinson. It's called Vietnam, Why Did We Go? The book is out of print.
If you would like a copy of this book, let me know and I'll have the young lady that helps me from time to time, I'll have her photocopy it for you. Oké, ik heb het ook. Ik ben toch een screencaster. Ik heb hier, heb ik hem staan. Waar is hij? Je kan hem zo downloaden. De schrijver is AVRO. Dat is Algemene Verenigde Radio Omroep. Dus met een V. Dus niet AVRO, maar met een F, maar AVRO. En dan Manhattan. Met dubbel T. Dus niet Manhattan, maar Manhattan. AVRO Manhattan. Vietnam, Why Did We Go? Terug naar Bill Hughes. There we go. But as far as I know, it's out of print. Tremendous book. Page 17 of this book, AVRO Manhattan, who, by the way, is not some fly-by-night person. AVRO Manhattan worked for a couple of decades for the BBC, which is the British Broadcasting Company in England. Very brilliant man. Wrote many, many books. Ja, dus AVRO Manhattan heeft gewerkt voor de BBC in een periode van tientallen jaren en vele boeken gepubliceerd. On page 17 of his book, he says this. The Catholic lobbies in Washington set to work. Even wat hij zei. De katholieke lobbies in Washington. Ja, maar Perry, de paus die zit toch in Rome? Dit is toch alleen in Rome, dat ding? Dat is toch zo? Ja, het punt is, Rome is erg bewegelijk. Dat metasteert. En het is verteld hoe het zal metasteren. En Rome zit in Washington. Sinds 1776. Determined to persuade the United States government to prevent the elections of 1956. Pope Pius XII gave full support to their efforts. Cardinal Francis Spellman, who by the way was the Archbishop of New York, who is the most powerful Catholic in the United States. Goed onthouden die naam. Kardinaal Spellman. Cardinal Francis Spellman, the Washington Vatican go-between, was the principal spokesman from both. The policy of Pope Pius XII and John Foster Dulles, who was the Secretary of State, eventually was accepted and implemented, notwithstanding widespread misgivings in the U.S. and in Europe. Now analyze that statement with me. The United States put tremendous pressure to bear on Vietnam and stopped the elections of 1956. Ja. De Verenigde Staten deden hun uiterste best om die verkiezingen tegen te houden. Let's move on. Now, don't we here in America believe in free elections? We do, don't we? We believe that in America. Wouldn't we then, if we're going to accept and carry out the principles of our Constitution, would we not encourage that freedom for every other country around the world? We would, wouldn't we? The fact of the matter is that the leaders in Washington, John Foster Dulles, the Secretary of State, and the powerful Catholic lobbies in Washington, they influenced the decision-making process of the United States government so that the United States government, in stopping those elections in Vietnam in 1956, they were not carrying out
American policy. They were carrying out Catholic policy in Vietnam. Dus de politiek van Amerika was niet de Amerikaanse politiek, waarin men geloofde in stemrecht, in autonomie. Nee, die Amerikaanse politiek naar Vietnam toe, en daar gaat het om, dat was katholiek. Een katholiek is niet wat je wil, mijn lieve kind. Now, the next obvious question would be then, well, if the Catholics used the United States government to stop the elections in Vietnam in 1956, why did the Catholic Church do that? What was their purpose? What did they hope to get by stopping those elections? Now, the Catholic Church well understood that if elections were held in Vietnam, Ho Chi Minh would win, and there would be communism in Vietnam. Let me read a statement to you, also from the book. I'm going to be quoting a lot from this book this afternoon. This is on page 3, the publisher's foreword of the book, Vietnam, Why Did We Go? It states this on page 3, Avro Manhattan World Authority on Vatican Politics has blown the cover on the real reason our boys suffered and died in Vietnam. He traces their death to the Vatican's passionate desire to make Asia Roman Catholic. Yep. But what religion predominated in the Far East? Does anybody know? Buddhism. That's right, David. Buddhism. It was very powerful in Vietnam. Of course, it's very powerful all along the Pacific Rim. Japan, China, and all of those Southeast Asian countries. Buddhism is very strong. And so, in regards to the Vatican plan that they outlined in 1546 at the Council of Trent, they raised up the Jesuit order to reestablish the Pope as the leader of every country in this world. Daar heb je nou. Ik heb er al in eerdere uitzendingen bij stilgestaan dat de mythe, de persoon, de gedachte van Boeddha, daar zie je hier nu een plaatje van. Een Boeddha-beeld. Ik heb het hier thuis ook hoor. Ik heb er ook een. Die heb ik al 38 jaar. De contente mens. De tevreden mens. De mens die in balans is. De mens die geen leider nodig heeft. Boeddha is een anarchist. An betekent niet. En archisme, dat komt van het Grieks, het woord argon. Dus een anarchist, dat is een onheerser, een niet-heerser. Boeddha was een ontmoeter. En die mensen, ja, die zijn de bok, hè? Yep. Ook als ze in Vietnam wonen. And so, to carry out what they had decided all the way back 500 years ago, would they allow Buddhism to maintain to be powerful in Southeast Asia? No. They would do anything necessary to destroy Buddhism in Vietnam, and for that matter, in Southeast Asia. So the Catholic Church would want a presence in Vietnam
to stop communism and Ho Chi Minh and to destroy Buddhism so that Catholicism could reign in that part of the world. Going on page 3, it says, Vatican agents hatched and plotted the Vietnam War. American soldiers were serving the Vatican in their desperate struggle to survive the jungles, the hell of warfare, pain, death, and destruction. It was all engineered. Even stilstaan. Hè? Je zag net een tekst voorbij komen. En die heeft mijn vriend, mijn broeder, Jurk Gliesman erop gezet. Die tekst, die ga je zelf maar even terugscrollen. Je kan zo het filmpje terugzetten. Dan kan je lezen wat er staat. Jurk Gliesman heeft een broertje dood aan boeddhisme. Hij noemt dat heidendom. Ik niet, per se. De foto die je hier ziet is gemaakt van een stelletje heidenen. Ja, maar Perry, nu praat je heel verwarrend hoor, want je zegt net dat je eigenlijk niet vindt dat Boeddha een heiden was. Maar dit gedoe met allemaal die mannen, die zijn kaal geschoren. En die gaan allemaal met een beetje met eenzelfde pakje aan, alsof het een stelletje communisten zijn. Kan ze een beetje buigen en dan gaan we heilige dingen doen. En dan auum. En dan met kettingen om. En ja, moeilijk te begrijpen, hè? Ga je maar een keer verdiepen in de levenswandel van Siddhartha of Gautama, hoe je maar wil noemen. De Boeddha, die Christus niet kon kennen. Want dat was 600 jaar voor zijn geboorte. Boeddha zelf, daar heb ik geen moeite mee. Deze idioterie met kale koppen en allemaal een brilletje. En een beetje heilig lopen doen. Met je gele jurk of je oranje jurk. En dat georganiseerd. En dan gaan ze ook nog op straat lopen en dan weet ik wel wat ze gaan doen. Van een regelrechte overtreding van Matthäus 6. By the whore of Revelation 17 and her Jesuits. Dan krijgen we een Bijbel hoor, pas op. Now on page 122 of Manhattan's book, he says this, to the Vatican, Vietnam was another exercise for the planting of Catholic authoritarianism in an alien land against the wishes of the majority of the population. Hoppakee, en nu kunnen we stoppen. Toch? We hebben 12 minuten en 41 seconden van Bill Hughes besproken. De rest kan je afluisteren. Hoor je nog meer details. Dan weet je ook waar die 30.000 Amerikanen aan dood gegaan zijn. En dat die 3000 Amerikanen bij de aanslagen van 11 september 2001, dat was maar 10%. Dus waar heb je het over? In Vietnam hebben we 30.000 Amerikanen. Hoppakee, allemaal lekker dood. Ja, maar Perry, hoe zit het dan met die burgerdoden in Vietnam? Nou, Amerikaanse burgers waren daar niet. Ja, nee, dat is een grapje van jou of zo. Ik bedoel Vietnamese burgers. Nou, dat weet ik niet precies. Eerst heb je dus dat de paus langskwam met die Amerikanen. Van, hey Amerikanen, ga even lekker dood in Vietnam. En daarna had je nog Pol Pot.
Nou, die heeft ook wat op zijn katholieke geweten. Man, als ik de Heere Heere was, dan zou ik toch echt gaan jeuken. Krabben. Oh, mijn Christus. Maar misschien hebben wij dat allemaal wel verdiend. Ja, als wij een beetje idioot gaan lopen doen in een gele jurk en een kale kop. Een beetje aum. Gaan lopen zeggen. Een beetje dwars ingaan tegen de wil. Ja, maar Perry, de wil. Er zijn heel veel willen hoor. Ik heb een tante en die heet Tante Wil. Nou, die wil ook het een en ander. Ja, nee, dat bedoel ik niet. Homo. Je hebt respect te hebben. Je hebt goed te zijn voor je kinderen. En niet te buigen. En een ritueel of een rituaal, dat is een feest waar kinderen ook bij kunnen zijn. Tenzij het heel erg laat is en dan gaan de kinderen naar bed. En dan komt de rum echt vet op tafel. En oma is thuis om de volgende dag de kinderen ontbijt te geven. En die wordt weer naar huis gebracht. Door papa met een kater. Dat is een feest. En iedereen die een sukkel was op dat moment, is er niet bij geweest. We hebben gezongen, we hebben gelachen, we hebben spelletjes gedaan. Zeg maar. Een rituaal. Dankbaar zijn voor je leven. En dan allemaal in dezelfde kleur komen. Denk je, ga erop. Kijk dan naar die man links, hè, met die microfoon van zijn mondbakkers. Die heeft dezelfde jurk aan als die man die links van hem staat. Ja, vanuit ons gezien rechts. Maar ze hebben ook eenzelfde kleurtje ketting om. Dat zijn er van stelletje homo's. Ja, sorry hoor. Dit is geen boeddhisme. Dit is niet wat ik heb begrepen van Boeddha. Dit staat niet in de Dhammapada. Dat wordt nog een heel erg leuk feest. Als wij de christenen gaan lopen wippen met die boeddhistische meisjes. Ja, maar Perry, dat klinkt seksistisch. Ja, zo bedoel ik het ook. We gaan eerst die Mohammedaanse meisjes wippen. Ja, maar daar heb ik geen zin in hoor, want ik heb al een vrouw en... Ja, man. Als je al een vrouw hebt, dan kan je kinderen maken. Dan ga je tegen je kind zeggen van hoppakee, pak een boeddhist. Vooral als je meisje. Geheime formule. Ik weet dat ik hard overkom. Daar heb ik echt geen enkel probleem mee. Mijn dochter zegt het ook tegen mij. Ja papa, jij bent zo keihard. Mensen kunnen niet altijd tegen jou hoor. Erg is het. Ik kan van de kook maar huilen. Ja, maar serieus. Hoezo mijn woord niet? En dan kom dan naar mijn woning toe en neem een honkbalknuppel mee. Wat wil je dan tegen me zeggen, man? Want dat is het probleem, hè. Ik kan allemaal dingen zeggen, hè. Mensen zeggen... En dan gaan ze, weet ik veel, geweld. Belachelijk. En het is maar goed dat ik sinds mijn 12e, toen ik de Bijbel voor het eerst van mijn leven las, ik ben gestopt met geweld te beantwoorden.
Ik ben gestopt met dubbele punt, spatie, geweld met geweld te beantwoorden. Dat is no-go. En ik zeg wel waar het op neerkomt. Want het punt is, jullie hebben nooit een ruzie gehad met mij. Je bent nooit bang geweest voor mij. Nog een keer zeggen. Degene waar jullie stelletje idioten, die niet naar Bill Hugers luisteren, die ook de Koning Jacobus Bijbel of de King, je kan hem hier om de hoek kopen voor €8,95. Jullie hebben geen ruzie met mij. Ben jij gek? Je hebt ruzie met je veroorzaker. Die denkt, wat is dit voor een tv die zijn eigen gebruikshandleiding niet leest. Ja, maar Perry, dit is wel erg moeilijk wat je nou zegt. Dus ik ben een tv en ik moet mijn eigen gebruikshandleiding lezen om tv te kunnen zijn. Ja. En ga dan maar op kouwen. Homo. Sta stil bij wat jou gegeven is. En als je daar slordig mee omgaat, ja, jij slordig vos, je belandt tussen het vuil in de vuilnisbak. Wat heeft God aan jou? Ja, maar Jezus die was ook met zijn 33e al dood. Ja, maar jij bent al 45. Dus zo'n glanscarrière zit er voor jou niet in, lul. En even tegen de dames, hè, maar zeg dat dan tegen die kerels. Dan kom op, stook de boel op. Maak ze allemaal uit voor een pussy. En dan laat ze luisteren naar Bill Hugers. En wat heb je daarover te zeggen? En wat vind je van die katholieken? Wat vind je van Babylon? Wat vind je van allemaal een gele jurk aan doen bij het rituaal? Jeetje man. Ik weet ook niet wie ik het meest moet opstoken. Ik denk dat ik eigenlijk vrouwen het meest moet opstoken. Ja, het is alleen maar mijn idee. Ah, reuze bedankt. Dat is boeddhistisch, hè? Bedankt voor het luisteren en op zijn hamburgers, zakir, tjus en dag lieverds.